De groene zieke meneer Kenneth Herdigijn en mevrouw Joy Benjamin, eveneens bedliegerig, zijn met tussenkomst van 1/12 ondergebracht in het verzorgingshuis Huize Asiana. De kosten voor verblijf en professionele zorg worden door 1/12 gedragen. Voorzitter Vismalen bezocht deze twee 1/12 beschermelingen met medeneming van de nodige zorgspullen. Deze spullen zijn met donatie van de bewoners welgelegen rechts gekocht. Vismalen vertelt u verder meer hierover. We zijn wederom bij meneer Herdigijn, de Asiana. U weet, wij hebben beloofd dat wij meneer Herdigijn gaan ondersteunen, begeleiden. En als het gaat om de benodigdheden die hij allemaal nodig heeft. Wij hebben een waslijst gekregen van huis Asiana en daar hebben we invulling aan gegeven. En dat hebben wij gelukkig kunnen doen door tussenkomst van een donateur. En dat zijn bewoners van welgelegen rechts. Zij hebben 1/12 een envelop overhandigd en daaruit hebben wij deze spullen kunnen kopen voor meneer Herdigijn. Ik mag je vertellen dat meneer Herdigijn maandelijks huur moet betalen vanwege zijn leeftijd. Asiana, zou je eigenlijk 60 jaar, of moet je 60 jaar oud zijn om hier te kunnen wonen. Men heeft een uitzondering gemaakt omdat 1/12 het verzoek heeft gedaan om meneer Herdigijn hier op te vangen. Ik mag u vertellen, het gaat heel goed met meneer Herdigijn nu, de betere kant. Hij heeft een verlangenlijst en dat hebben wij gekocht. En al deze spullen heeft hij regelmatig nodig. Ik wil u vragen, smeken, steun de 1/12. We hebben niet alleen meneer Herdigijn. We gaan straks ook naar mevrouw Benjamin, die wij al langer dan een jaar hier hebben geplaatst. En zij heeft ook hulp nodig. We gaan ook voor haar inkommateriaal brengen. En ook voor haar betalen we al langer dan een jaar huur. Asiana viert op 24 december kerstviering. En wij participeren ook erbij. En wij ondersteunen Asiana ook met de benodigdheden die zij van ons verlangen. We kijken ernaar uit. Als u ons ondersteunt, dan wordt het een echte pigisma. Dan zullen ze echt genieten van deze dag. Het wordt op 24 december hier de Asiana gevierd. Maak die contact met 1/12. Ondersteunt die dat wij ook samen met Asiana iets moois van kunnen maken. Meneer Herdigijn heeft soms iets dat hij persoonlijk wil kopen. Zoals een beltegoed, zoals Iwanyaopjes, wie staat niet apart. En daarvoor hebben wij een donatie van ons donateur genaamd Gravenstraat Ringweg. Meneer Herdigijn, Lukujaasa Fikam, Iwanyaopjes, wie staat niet. Dankjewel allen die bijgedragen hebben. Stel ik zeer op prijs. En ik voel me veel en veel beter dan voorheen. Ik had in het begin een beetje moeilijk aanpassen, maar nu gaat het goed. En ik beloof dat het beter zal gaan. U hoort het. Maar ik mag u vertellen, meneer Herdigijn heeft een koelkast nodig, heeft een klerenkast nodig om zijn kleren hier te plaatsen. Als u een nieuwe klerenkast kunt permitteren, laat me weten, dan kom ik het halen. Of u mag het zelf naar hier brengen, Asiana, omdat hij medicaties gebruikt die echt in de koelkast moeten gaan. Please, laten we deze man helpen. Ook mevrouw Benjamin is de moeder waar wij ook ons omvermen. Mevrouw Benjamin, hoe gaat het met u? Goed. Wat pampert voor u gebruikt? Dank u wel. Moet ik ook maar.